Goedemorgen. Ik ga vandaag weer eens vloggen. Zeg maar eigenlijk een dagje achter de schermen bij Inspired by Beauty. Ik ben vandaag vrij. Ik heb vandaag studiedag. Het is vandaag donderdag. En morgen heb ik ook vrij altijd. Elke vrijdag ben ik vrij. Maar dan moet ik werken. Dus, maar het leek me wel leuk om gewoon weer vandaag een dagje te vloggen. Ik vlog vandaag met mijn grote camera, noem ik het altijd maar. Mijn Canon 600D. Ik wil even kijken hoe dat gaat, zeg maar. Want het is wel perfecte kwaliteit. Het is heel mooi. En het is misschien wat leuker voor jullie om iets betere kwaliteit te bekijken. Maar ik moet even kijken hoe dat gaat. En ook qua batterij en zo. Want het is, ja, ik gebruik hem ook voor normaal op mijn video's, zeg maar. Dus het is best lastig om in te schatten hoeveel batterij. Ik heb 2 batterijen, maar oké. Ik ben net wakker. Ik heb even me omgekleed. Ik weet nog niet helemaal of ik deze ketting omdoe. Maar ik ga mijn make-up zo even doen. En mijn haar doen en zo. Het is 9:30. En ik ga vandaag wat dingetjes doen voor mijn blog. Ik ga heel veel filmen. Waarschijnlijk ook nog outfits filmen. Dus dat is ook wel leuk om te zien. En het is een beetje stom, want ik kwam er net achter dat mijn SD-kaartje het gewoon eigenlijk niet meer doet. Voor deze camera dan. De schrijfsnelheid is te laag. In het begin deed hij het wel, maar nu niet meer. En hij is ook een beetje kapot. Dus ik weet niet, misschien ligt het daar aan. Maar ik moet er even een nieuwe voor gaan kopen. Want ik heb ze echt nodig, alle twee. Dus ik ga even mijn make-up doen en zo. En ja, ik ga jullie vandaag meenemen. Ik heb er zin in. Yay! Waar is mijn telefoon eigenlijk? Nobody knows that. Ik wil namelijk even iets laten zien. Ik heb namelijk schoenen besteld. En ik heb ze eigenlijk ook al weer teruggestuurd. Maar ze komen eraan. Want ik heb echt deze schoenen gekocht. Oh, dat kunnen jullie natuurlijk weer niet zien. Great. Nou, iets zoiets. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar dit heb ik dus besteld. Ja, en ik heb ze dus besteld. Het zijn roze gouden schoenen. En ik vind ze echt heel erg tof. Maar ze waren een beetje kapot aan het stiksel. Dus ik moest ze even terugsturen. Maar ik krijg ze binnen en ik wilde ze echt heel graag vandaag aan. Want ik heb ze maar... Oh, ik heb nog niet eens laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit zwarte blouseje aan. En een geprinte broek. En het staat er echt perfect bij. Maar helaas, het kon niet. Ik ga even mijn haar doen, want het schiet niet heel erg op. Dan ga ik even productief zijn, want ja, dat moet. Ik heb veel te veel te vertellen aan jullie altijd. Ik weet niet, ik ben gewoon een beetje een kletskous of zo. I don't know. Ik zie je zo weer. Zo, ik ben klaar. Ik heb even met mijn moeder afgesproken dat ik mee ga even boodschappen doen. En dat we daarna doorgaan om te filmen over outfits. Dus ik ga even me omkleden. En ik moet mijn flash tattoos niet vergeten. Zo, ik ga dus wel weg. Ik heb mijn camera even in mijn tas. Ik ben heel even mijn SD-kaartje leeg aan het halen. Zodat ik helemaal clean ben, zeg maar, om te gaan filmen. Dus ik ga ook even filmen met mijn mobiel. Zodat ik alle ruimte bespaar op, ja, op het filmen van de outfits. En normaal ging dat wel met een SD-kaartje extra, maar die heb ik dus nu niet. Zo, we zijn net klaar met filmen van outfits. En ja, het ging wel oké, maar het is echt super koud. Want ik heb dus echt super zomerse kleding aan. En het is eigenlijk heel erg winderig en zo. En ik denk dat jullie ook niet heel veel horen door de wind. Maar goed, ik ga even mijn andere schoenen aandoen. En dan gaan we weer. Zo, ik ben weer thuis. En we hebben gefilmd en even boodschappen gedaan. En ik ga nu even wat eten. Het is nu onderhand 12:30. En vanmiddag ga ik waarschijnlijk nog 1 outfit filmen. En ja, dan moet ik er waarschijnlijk nog eentje. Maar dat kan ook een andere dag. Dus dat, ja. Ik heb even wat gegeten. En ik ga even snel wat anders aan doen. Want het zit echt totaal niet, joh. Het is 12:45. En ik ga dus straks nog even een andere outfit filmen. Maar ik wacht eigenlijk een beetje op de zon. Om nou een festival lookbook te maken zonder zon vind ik een beetje jammer. Kijk, het kan natuurlijk niet anders als het echt niet anders kan. Maar ik heb ook nog andere dagen dat ik dit kan doen. Dus in ieder geval, ik ga eventjes wat andere dingen doen nog. Ik moet nog dingen editen en zo. En ik ga even mijn mail checken en zo. En kleine dingetjes doen. En kijken wat het weer gaat doen. Zo, ik heb net even een Skype call gehad. Half uurtje. Om even wat dingen te bespreken over mijn kanaal en allerlei dingen. En ook nog een heel tof project waar ik mee bezig ben. Maar daar kan ik verder niks over vertellen. Maar dat zullen jullie snel genoeg zien. Het is echt heel tof. Oh, ik ben heel excited. Maar ja,
Ik ga nu... Oh, ik ging even starten met editen van de outfits. Ik denk dat ik vandaag niet meer ga filmen, want het is echt super slecht weer. Of, nou ja, slecht weer. Het is gewoon grauw en het is niet leuk. Het is gewoon leuk om te filmen in de zon. Dit heb ik ook gedaan. Oh nee, dit heb ik nog niet gedaan. Dit moet ik nog doen. Dat is dus waarom ik gewoon echt niet zonder lijstjes kan. Want ik kom er dus nu weer achter dat ik ook nog een Behind the Trend video van volgende week moet maken. Dus dat ga ik maar doen. En daarna ga ik beginnen met mijn Travel Smash Book. Yeah, I'm so excited about that. Fun. Ik ga eerst een kopje thee zetten, want daar heb ik wel zin in. En ik ga even muziekje op doen. Zo, ik ben nu even wat muziek aan het uitzoeken voor mijn video. Voor de outfit die ik vanmiddag heb geschoten. Ik had nog gehoopt op dat het vanmiddag wat mooier weer zou zijn. Maar helaas, dat kan niet. Het is nu 2:30 en ik ga nog snel even een video filmen voor Behind the Trend. Ik ga dus nu een video opnemen voor Behind the Trend. Dat doe ik altijd hier voor. Woop. En ja, het is gewoon een scherm, zeg maar, waar ik voor sta. Onder de belichting kan ik hem dan wat lichter maken, zodat het wit lijkt. En zo ga ik mijn video's filmen. En ja, kijk je achter het scherm bij Behind the Trend. Woop woop. Zo, ik heb net gefilmd. En dat ging wel oké. Ja, ik moet nog even wat verder filmen voor Travel Journal. Ga ik nog niet te veel van laten zien. In ieder geval ga ik daar deze leuke spulletjes voor gebruiken. Dus ik ben heel excited. Ook gewoon omdat dit te maken heeft met dat ik naar Londen ga en zo. En dat is fun. So yeah. I'm done. Yeah. Ik heb mijn boekje gemaakt. En mijn sneak peek. En ik ga nu even opruimen. Maar ik heb nu in principe wel alles gefilmd wat ik wilde filmen vandaag. Dus dat scheelt. Behalve één outfit, maar oké. Oké. Het is... onderhand 6:30 bijna. En ik ga strakjes eten. Ik heb geëdit. En ik ben echt heel erg moe. Ik ben echt zo'n... in zo'n vibe. Ik zit helemaal onderuit gezakt. En echt zo'n vibe van... ik kan niks meer. Ik ben veel te moe. En ik ben nu ook een paar vlogs aan het kijken van mensen die in Londen zijn geweest. Dat vond ik gewoon super leuk. Ik werd helemaal geïnspireerd door mijn boekje. Het is gewoon super leuk. Londen is gewoon super tof. Voor de mensen die het nog niet weten, ik ben al een keer in Londen geweest. En ik heb er al een keer een vlog over gemaakt. Was dat één vlog? Ja. Maar nu zijn we echt van plan. Tenminste, ik ben echt heel erg van plan om nu elke dag te vloggen daar zo. Plus nog bonusmateriaal. Plus nog een tour door Londen. En het wordt echt super tof. Dus ja, ik ga straks lekker eten. Oh ja, trouwens, ik film met mijn mobiel weer. Want dat is zo makkelijker. Filmen met mijn grote camera is echt niet te doen. Maar goed, dat weten we dan ook. Nou ja, anyway. Ik ga lekker eten straks. Ben ik al 2 minuten aan het filmen. Oh. Oké. Nou, ik ga... ik ga straks eten. Ik zie jullie zo weer. Eet smakelijk. We eten pasta met spinazie. En gehaktballen. Oh wauw, ik heb net gegeten en het is bijna 7:15. Maar ik kom dus naar boven en ik zie dus dat het drinkbekertje van Gerbils eraf ligt. Dit is zeg maar kapot gekauwd. Die zuignappen, die eten ze dus op blijkbaar of zo. Maar goed, dit ding is nu kapot en ik heb al 3 keer een nieuwe gekocht. Dus ik ga dat nu nog een keer doen. Ik ga het nu gewoon in een bakje doen. Bakje water. Dat moet dan maar zo, want ja, ik ga niet... ik blijf niet aan de gang. Wat ik nu ga doen, ik ga nu het hok verschonen, denk ik. Ik denk dat dat het slimste is om nu even te doen. Het is al een tijdje geleden en dan is het weer even schoon. Zo, ik ben even mijn bestanden vanaf mijn mobiel op Dropbox aan het zetten. En dan kan ik ze vanaf hier verder bewerken. Ik ben nu bezig met het editen van de vlog. En jeetje, wat praat ik veel. Echt, jullie zien zeg maar al een heel groot deel van de vlog. Maar er is zoveel footage wat ik gewoon eruit knip. Omdat ik gewoon veel te veel praat. Ik praat veel te veel echt. Ik ga straks mijn make-up er even afhalen. En dan ga ik even deze vlog af-editen. En dan ga ik Orange is the New Black kijken. Want ik kijk dat via Popcorn Time. Dus dat ga ik kijken. En dan is de avond al voorbij, denk ik. Dus ja, ik sluit bij deze de vlog af. Ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie volgende keer weer. Bye bye!